Het mysterie. De hele familie Big kijkt naar hun lievelingsprogramma Detective Pomfrito. Ik ben de wereldberoemde detective Pomfrito. Oeh. Oh, help mij, monsieur detectief. Ik kan mijn bloem echt nergens vinden. Jouw bloem zit bovenop jouw hoofd. Oh, dank u, monsieur detectief. Dat is makkelijk. Dat kan ik ook wel. Dat denk ik ook, Peppa. Papa, als ik groot ben, wil ik een beroemde detective worden. Dat lijkt George ook wel wat. Als jullie detective willen worden, dan hebben jullie een hoed nodig. Detectives hebben altijd een hoed op. Nu zien jullie eruit als twee echte detectives. We moeten ook nog zo'n grappig ding hebben, waardoor alles veel groter lijkt. Dat is een vergrootglas. Er ligt er zeker eentje in de keukenla. Kijk eens aan, een pracht van een vergrootglas. Wauw! Hoe werkt dat? Als je het ergens voorhoudt, dan lijkt het groter. Door het vergrootglas ziet het visje er veel groter uit. Mag ik ook een keer? Wauw! Door het vergrootglas lijken de ogen van George reusachtig. Nu hebben jullie detectives alleen een mysterie nodig om op te lossen. Papa, wat is een mysterie? Een mysterie is iets dat detectives kunnen oplossen. Zoals iets vinden dat kwijt is. Ik weet iets. We zoeken de speelgoeddinosaurus van George. Want die is namelijk echt altijd kwijt. Dinosaurus. Maar de dinosaurus is niet kwijt. Oh, wat dacht je dan van jouw bril, papa? Die ben je echt altijd aan het zoeken. Oh, maar niet vandaag. Kijk maar, ik heb hem op. Het is niet eerlijk. Er is helemaal geen mysterie. Zal ik een mysterie voor jullie bedenken? Ja, graag. Papa Big gaat meteen aan de slag. Goed, wat staat er op tafel? De vissenkom, Teddy, een springverenpop en meneertje dinosaurus. Dat klopt. Kijk nog maar even goed en probeer ze allemaal te onthouden. De vissenkom, Teddy, een springverenpop en meneertje dinosaurus. Weet je ze allemaal? Ja. Oké. Dan mogen jullie nu eventjes naar buiten toe. Ik roep wel als ik klaar ben. Het klinkt alsof papa naar boven toe gaat. En nu komt hij weer naar beneden. Oké. Jullie mogen weer naar binnen toe. Er is één ding van de tafel verdwenen. Weten jullie wat? Meneertje dinosaurus is er. Vissenkom. Springverenpop. Dus wat is er weg? Teddy! Dat klopt. Teddy is weg. Goed gedaan, Peppa en George. Dat was niet zo moeilijk, hoor. We zijn beroemde detectives. Maar dit is pas de helft van het mysterie. Waar is Teddy naartoe? Weet ik niet. Wat liggen daar voor dingetjes op de grond? Koekkruimels. Door het vergrootglas zijn de koekkruimels goed te zien. Zou Teddy misschien koekjes hebben gegeten? En de kruimels gaan deze kant op. Teddy heeft echt een hoop koekjes gegeten, zeg. Ze volgen het kruimelspoor helemaal tot in hun slaapkamer. Kijk, hier stoppen de kruimels. Maar waar zou Teddy nou zitten? Stel me maar wat vragen. Maar ik antwoord alleen met ja of nee. Oké. Is Teddy in deze kamer? Ja. Zit Teddy in het bed van George? Nee. Zit Teddy ergens heel hoog? Ja. Teddy zit in mijn bed. Hoera! Het mysterie is opgelost. Wil je later als je groot bent nog steeds detective worden, Peppa? Detective zijn is toch best wel moeilijk. De volgende keer wil ik degene zijn die het mysterie bedenkt. Net zoals jij, papa. De tijdcapsule. Peppa en haar vriendjes zitten in de klas. Vandaag maken we met elkaar een tijdcapsule. Wat is een tijdcapsule? Een tijdcapsule is iets dat mensen in de toekomst laat zien hoe wij nu leven. Hoe? We stoppen een aantal dingen in deze bus en die begraven we dan bij de school in de tuin. Gaat die dan groeien?
Nee, Suzy. Hij blijft verborgen in de grond voor vele jaren. Oeh. Maar wat gaan we precies in de bus doen? Een stripboek. Dat is goed, Peppa. Muziek? Uitstekend, Suzy. Een raket. Nee. Een munt. Zegels. Een wortel. Ho, jij houdt erg van wortels, waar of niet, Kelly? Ja. Dit zijn allemaal prachtige dingen die ons dagelijks leven laten zien. Mevrouw Gazelle, hoe ziet de toekomst eruit? Hoe denk jij dat die eruit ziet? Ik denk dat ik in de toekomst op de maan woon. En al mijn vrienden komen dan bij me op bezoek. Nee. En ik vlieg in een ruimteraket. Hallo. Nee. Ik ga nu een boodschap filmen voor iedereen in de toekomst. Zeg maar, hallo daar in de toekomst. Hallo daar in de toekomst. Jullie wonen vast allemaal op de maan nu. En gaan op vakantie naar Mars. En iedereen vliegt rond in een ruimteraket. Geweldig. Het is bijna tijd om naar huis te gaan en alle ouders komen binnen. Mama, papa, we hebben een tijdcapsule. Ah, papa Big, precies op tijd om een gat voor ons te graven. Maar natuurlijk. Papa Big graaft in de schooltuin een gat voor de tijdcapsule. Zo. Kunnen we hem nu weer opgraven? Haho, hij blijft verborgen in de grond voor vele jaren. Oh, maar ik wil niet zo lang wachten. Peppa, je bent precies als je vader toen hij nog klein was. Oh ja? Ja, dat weet ik nog goed, want ik was ook zijn juffrouw. Zat papa bij u in de klas? Ja, net als alle andere papa's en mama's. Waar of niet? Ja, mevrouw Gazelle. Toen jullie papa's en mama's klein waren, hebben zij ook een tijdcapsule gemaakt. Inderdaad. We hebben hem naast een klein boompje begraven. Mogen we hem opgraven? Ja. Ik geloof dat hij hier in de grond zit. Oh, ik dacht dat de boom veel kleiner was. Ha, oh, het is ook al zo lang geleden. De boom is sindsdien nogal gegroeid. Ik heb iets gevonden. Het is onze oude tijdcapsule. Hoera! Ik ben toch een potje benieuwd. Achteruit, kinderen. Ja, mevrouw Gazelle. En wat hebben we hier allemaal? Oh, een oud stripboek. Dat was mijn lievelingsstripboek. Een vliegtuig. Mijn lievelingsspeeltje. Muziek. Mijn lievelingsplaatje. En een hele oude wortel. Die is van mij. Wat een goede keus, mami. Oh, en een videoband van jullie mama's en papa's toen ze nog klein waren. Oeh. Wie is dat kleine biggetje met die bril op? Ah, dat is papa Big. En dat ben ik. Hallo daar in de toekomst. Wat heb je een piepstemmetje, papa? Jullie wonen vast allemaal op de maan nu. Gekke kleine papa Big. Tijdcapsules maken is dolle pret, maar ze opgraven is nog veel leuker. George drinken limonade. Wat een lawaaiige biggetjes. George, moet je al die kleine belletjes zien? Ik kan grotere bellen maken. Peppa blaast bellen in haar limonade. Bellen! George wil ook bellen blazen. Peppa, George, niet met jullie limonade spelen. Sorry, papa. Peppa, als je bellen wilt blazen, doe dat dan maar liever met je bellenblaas. Ja, goed idee, mijn bellenblaas. George, laten we gaan bellenblazen in de tuin.
Peppa laat George zien hoe je bellen moet blazen. Eerst doop je de steel in de bellenblaas. Dan haal je diep adem en blaas je. Bellen! George, nu is het jouw beurt. Doop de steel in de bellenblaas. Haal hem eruit. Haal diep adem. En blaas! George blaast zo hard als hij kan, maar hij raakt buiten adem. George, je hebt niet hard genoeg geblazen. Ik weet wel hoe George bellen kan maken. Doop de steel in de bellenblaas, haal hem eruit en zwaai ermee rond. Bellen! Het gaat nog beter als je ermee remt. Wacht op mij! George vindt het leuk om bellen te maken. En Peppa vindt het leuk om ze te laten knappen. Ik ben dol op bellen! Oh nee, de bellenblaas is op. Geen paniek, Peppa. Ik heb al een idee. Mama Big, wil je even een emmer halen? Ja, papa Big. Peppa, haal jij wat zeep? Ja, papa Big. George, haal jij mijn oude tennisracket? Een emmer? Wat zeep? Een tennisracket? Wat is papa Big van plan? Eerst moet ik water hebben. Nu de zeep. En nu het tennisracket graag. Dank je. Let goed op. Oh, wow. Papa Big heeft zijn eigen bellenblaas gemaakt. Kom mee allemaal. Voorzichtig, papa Big. Straks val je nog. Komt wel goed. Wow! Is alles goed, papa Big? Ja, ik ben nog heel. Wow! Papa Big heeft de grootste bel ooit gemaakt. Oh. Oh nee, ik heb al mijn bellenblaas geknoeid. Dan kunnen we nu dus geen bellen meer blazen. Maar we kunnen wel in de modderpoel op en neer springen. Kijk! De bellenblaas van papa Big heeft een grote modderpoel gemaakt. Hoera! Peppa is dol op springen in modderpoelen. Kijk! Door de bellenblaas komen er allemaal bellen in de modder. En Peppa is dol op springen in modderpoelen met bellen. Iedereen is dol op springen in modderpoelen met bellen. Meneertje Vogelverschrikker. Peppa en George spelen vandaag bij opa en oma Big. Hallo, opa Big. Opa Big. Hallo, Peppa. Hallo, George. Opa, wat ben je aan het doen? Ik maak hier een bloemenperkje. Oeh. Ja. Uit deze zaadjes groeien straks prachtige bloemen. Ik strooi de zaadjes op de grond. En dan bedek ik de zaadjes met aarde. Oh, waar zijn ze nou? De zaadjes zijn verdwenen. Dat is raar. Ik had daar toch bloemzaadjes gestrooid? Ja, opa. Dat heb ik gezien. Maar ze zijn nu verdwenen. Nou ja, dan doe ik het nog een keertje. Zoals ik al zei, ik laat de zaadjes gewoon op de aarde vallen. Een klein vogeltje eet alle bloemzaadjes van opa Big op. Hé, hey, blijf van mijn zaadjes af! Dus daar zijn al mijn zaadjes gebleven. In een heel klein vogelmaagje. Daar komen nog twee vogeltjes opa's zaadjes pikken. Oh, kijk! Ah, weg, weg! Wat is er aan de hand?
Oma Big, de vogeltjes eten al mijn bloemzaadjes op. Daarom jagen wij de vogeltjes weg. Wegjagen heeft geen zin. Ze komen direct weer terug. Kijk, we hebben een vogelverschrikker nodig. Wat is een vogelverschrikker? Een vogelverschrikker is een pop van stro die vogels afschrikt. Wat een prachtig idee, oma Big. Aan de slag. We maken een vogelverschrikker. Tot ziens, vogeltjes. We gaan een vogelverschrikker maken. Dit is de tuinschuur van opa Big. Hier liggen genoeg dingen om een vogelverschrikker mee te maken. Eerst heb ik twee stokken nodig en wat touw. Komt in orde. Peppa heeft twee stokken gevonden en George een touw. Mooi. Ik bind de stokken aan elkaar om het lijf te maken. Oma Big heeft wat stro gevonden en een jute zak. Prachtig. Ik doe het stro in de zak en klaar is het hoofd. Wat zullen we die vogelverschrikker aantrekken? Hier is een tas vol oude kleren. Oeh. George heeft een jurk gevonden. Gekke George. Meneertje vogelverschrikker wil toch geen jurk aan? Peppa haalt een jas tevoorschijn. Prima keuze, Peppa. George heeft een hoed gevonden. Goed gedaan, George. De vogelverschrikker wil graag een gezicht. Natuurlijk! Willen jij en George zijn gezicht schilderen? Ja, graag. George schildert de ogen en de neus. En Peppa schildert de mond. Fantastisch! De vogelverschrikker is klaar. Hoera! De vogels eten weer de bloemzaadjes van opa Big op. Kijk, de vogeltjes zijn terug. Geen probleem, Peppa. Meneertje vogelverschrikker gaat aan het werk. Het lukt. Meneertje vogelverschrikker jaagt alle vogels weg. Hoera! Mooi. Nu worden de zaadjes niet meer opgegeten. Oh, opa. Wat kijken de vogeltjes sip, zeg. Ja, ze hebben vast honger. Daarom heb ik dit bij me. Wat is dat, oma? Dit is een vogelvoerder. Opa, mag ik wat bloemzaadjes hebben? Kijk eens, vogeltjes, etenstijd. Nu kunnen de vogels gerust zaadjes eten. Hoera! De vogeltjes zijn weer helemaal vrolijk. Peppa vindt het fijn dat opa's bloemzaadjes niet meer worden opgegeten. Maar ze vindt het nog fijner dat de vogels geen honger meer hebben. In de file. Oma en opa Big maken een lunch voor Peppa en de hele familie. Ik heb nog wat aardappels opgegraven. Oh, opa. Maar we hebben toch al genoeg aardappels? Een echte Big heeft nooit genoeg aardappels. Oké, stop ze dan maar snel in de oven. Ze zullen zo wel komen. Oh, we hebben heus tijd genoeg. Het is pas 11:00. Peppa en haar familie zijn al onderweg. Waren we maar eerder vertrokken. Nu komen we vast weer te laat. Geen paniek, mama Big. We hebben nog zeeën van tijd. We zijn altijd te laat als we naar opa en oma gaan. Deze keer niet. We nemen een andere weg om zo de drukte te vermijden. Oh, dit had ik dus niet verwacht. De auto van de familie Big staat stil in een file. Kijk, daar is Henkie Hond met opa Hond. Henkie Hond en opa Hond staan ook in de file. Hallo Peppa. Hallo Peppa. We gaan naar mijn opa en oma voor de lunch. Maar we komen veel te laat. Het is al 1:00. Ze zijn te laat, zoals gewoonlijk. Hoe gaat het met je aardappels? Die hebben nog wel even nodig, denk ik. Hallo, met oma Big. Hallo, oma Big. We staan stil in een lange file. Maak je niet druk. Wij zijn ook wat laat. Opa heeft zich vergist met de aardappels. Zie je zo meteen. De arme schatten staan stil in een lange file. Dan kan ik mooi nog even een paar kilo aardappels voor ons opgraven. Opa Big.
We rijden super langzaam. Zo komen we nooit bij opa en oma Big. Peppa heeft gelijk. We moeten een andere weg nemen. Tja, dit kan nog wel uren duren. Ik weet een kortere weg. Tot ziens allemaal. Wij gaan binnen doorrijden. Tot ziens, Peppa. Succes! Mama Big rijdt nu binnen door, zodat ze niet in de file hoeven te staan. Maar binnendoor is het nogal hobbelig. Dit is leuk. Weet je wel zeker dat we goed gaan? Vertrouw me maar. Hallo eendjes, wij rijden fijn binnendoor. Kijk, daar is de hoofdweg weer. Goed gedaan, mama Big. Maar we staan weer achter Henkie's kraanwagen. Hallo. Welkom terug. Oh nee. Dat binnendoorrijden is niet zo goed gelukt. Mooi, de lunch is klaar. En het belangrijkste van alles is dat de aardappels gaar zijn. De lunch is dan wel klaar, maar Peppe en de anderen zijn er nog steeds niet. Hallo, u spreekt met opa Big. We zijn bijna bij jullie. Maar het verkeer rijdt hier nog altijd met een slakkengangetje. Van een heel erg langzame slak. Ze zijn er bijna, maar ze staan nog steeds vast in de file. Arme schatten. En het eten wordt ook nog koud. Ik heb een goed idee. Eventjes mijn kruiwagen halen. Wat is opa Big van plan? Oma Big, we laden die hele lunch in mijn kruiwagen. Ai ai, opa Big. Als ze niet naar de lunch kunnen komen, dan brengen we de lunch gewoon naar ze toe. Kijk, daar zijn opa en oma. Met onze lunch. In een kruiwagen. Ahoy daar. We kunnen aan tafel. Is er genoeg voor Henkie en voor opa hond? Mogen die ook wat? Er is genoeg voor iedereen. Hoera! Aardappels! Maar goed dat je zoveel aardappels hebt klaargemaakt, opa. Hoho! Een echte Big heeft nooit genoeg aardappels. Recyclen. Meneer Stier, de vuilnisman, haalt vanochtend het vuil op. Het is nog heel vroeg, dus meneer Stier probeert zo zachtjes mogelijk te doen. Maar meneer Stier is niet zo goed in zachtjes doen. Peppa en George zitten aan de ontbijttafel. Wat een herrie zeg! Dat is meneer Stier, de vuilnisman. Hallo, meneer Stier. Hallo allemaal. Moet weer door. Nog meer vuilnis ophalen. Dag! Dag! Meneer Stier heeft onze vuilnisbak leeggemaakt. Mooi, dan gaan we de tafel afruimen. Mag ik helpen, mama? Ja, graag zelfs. Dan gooi ik deze lege fles in de vuilnisbak. Peppa, stop! Maar... Lege flessen gaan niet in de vuilnisbak. Die kunnen worden gerecycled. Wat betekent dat? Alle dingen die we niet opnieuw gebruiken... gaan in de vuilnisbak voor meneer Stier. Maar alles wat we wel weer kunnen gebruiken, gaan in deze recycledozen. De rode is voor oude kranten, de blauwe is voor blikjes en de groene is voor flessen. Peppa, jij hebt daar een fles. Dus in welke doos hoort de fles? In de groene. Juist. Dit is leuk. Nu is George aan de beurt. Zie jij een oude krant voor in de rode doos? George wil de krant van papa Big graag recyclen. Ik heb deze krant nog lang niet helemaal uitgelezen, George. Met een minuutje ben ik klaar. Nou, goed dan. Alsjeblieft, George. Oude kranten doen we in de rode doos, George. Ik zie dat de dozen bijna vol zijn. Laten we naar het recyclecentrum gaan. Hoera, dat doen we. Mama Big heeft de flessen. Peppa heeft de blikjes. En George heeft de oude kranten. Is iedereen er klaar voor? Ja, papa
gaan. Recycle, recycle, we doen aan recyclen. Blikjes, flesjes, oude kranten. Recycle, recycle, we doen aan recyclen. Dit is het recyclecentrum van mevrouw Konijn. We zijn er. Hoera! Hallo daar. Hallo mevrouw Konijn. Komen jullie om iets te recyclen? Ja, inderdaad. Wat fijn zeg. Ga je gang. Wat is mevrouw Konijn aan het doen? Ze recycelt alle roestige oude auto's. Wauw. Wie weet in welke bak de flessen moeten? In de groene. Dat klopt. En de blikjes gaan in de blauwe. Goed zo, Peppa. George wil de oude kranten recyclen. Oké, George, dan mag jij nu de kranten doen. Zo. Voor vandaag hebben we wel genoeg gerecycled. Ja. Kom, we gaan naar huis. Oh, waar is onze auto nou? De auto van de familie Big is weg. Achteruit. Oh nee, mevrouw Konijn is hem aan het recyclen. Stop, dat is onze auto. Wat? Meen je dat nou? Ja. Onze auto is niet oud en roestig. Domme ik. Ik ben gewoon dol op recyclen. Ja, en wij ook. Maar we zijn ook dol op onze auto. Ja, en onze auto is dol op ons. Ja, toch? Sportdag. Vandaag is het sportdag op school. Peppa en al haar vriendjes doen mee. Het eerste onderdeel is hardlopen. De kinderen moeten zo hard mogelijk rennen. Ik denk dat ik ga winnen, want ik kan heel hard rennen. Nee, ik ben sneller dan jij. Klaar voor de start. Ah. Ik ren wel 100 kilometer per uur. Ik ren wel 1 miljoen kilometer per uur. Peppa, Suzy, stop met kletsen en ren. Oh. Kelly Konijn gaat aan de leiding. Konijn, Peppa en Suzy lopen helemaal achteraan. Zet onze vlees. Zo, Kelly. Kelly Konijn heeft gewonnen. En Peppa en Suzy zijn de laatste. De winnaar van de wedstrijd is onze Kelly Konijn. Hoera! Dank u wel. Ik had vast gewonnen als jij niet tegen me had staan praten, Suzy. Kom, kom, Peppa. Onthoud maar dat het niet om het winnen gaat, maar om het meedoen. Ja, papa. Het volgende onderdeel is het verspringen. George en Karel kijken wie het verste kan springen. George, ren zo hard als je kan en spring zo ver als je kan. George, klaar voor de start? Af! George sprong zo ver als hij kon. En nu is Karel Konijn aan de beurt. Als Karel geen aanloop neemt, zal hij niet zo ver springen. Karel, klaar voor de start? Af! Karel heeft verder gesprongen dan George. En de winnaar is Karel Konijn. Hoera! George, onthoud maar dat het niet om het winnen gaat, maar wel om het meedoen. De volgende wedstrijd is de estafette. Elk kind mag een ouder uitzoeken om mee hard te lopen. Peppa, kies mij, kies mij. Maar papa, jij bent niet zo goed in hardlopen. Als klein biggetje was ik er heel goed in. Maar nu heb je een dikke buik. Ik kan nog steeds bij mijn teen, hoor. Bijna. Oké, papa. Maar je moet wel heel erg hard gaan. De papa's en mama's lopen het eerste deel van de wedstrijd en geven dan de stokjes door aan de kinderen. Mama's en papa's. Klaar voor de start. Oh. Oh, oh. Miauw. Rennen samen. Papa
Big gaat aan kop. Papa! Dank je, papa. Dat heb je goed gedaan. Nu ben ik aan de beurt om te... Peppa, stop met kletsen en ren. Oh. Miauw. Nee. En de winnaar is Olivia Olifant. Hoera! Oh, papa. Ik heb nog niet eens één prijs. Rustig maar, Peppa. Er komt nog een onderdeel. En dan nu het laatste onderdeel van vandaag. We gaan toottrekken. Meisjes tegen de jongens. En als ik afzeg, moet je zo hard als je kunt aan het touw trekken. De meisjes gaan winnen. Nee, mooi niet. De jongens gaan winnen. Klaar voor de starten? Ah. Kom op, jongens. Kom op, trekken. Huh? Meisjes, trekken. Dat doe ik toch, Peppa? Ze trekken allemaal op hun hardst en daardoor breekt de touw. Wow. En de uitslag is gelijkspel. Dus allemaal gewonnen. Hoera! Ik ben dol op schoolsportdag. En vooral als ik de prijs win. Polly op vakantie. Oma en opa Big gaan op vakantie. Ze brengen Polly papegaai naar Peppa toe, zodat zij en George voor Polly kunnen zorgen. Hallo allemaal. Hallo opa Big. Hallo oma Big. Polly heeft heel veel zin in haar vakantie bij Peppa en George. Hallo Polly. Hallo Polly. Als een echte papegaai zegt Polly alles na. Wat zit er in Polly's koffertje, oma? Daar zit Polly's voer in. George, kun jij raden wat Polly het liefste eet? Chocoladecake. Nee, geen chocoladecake. Polly lust graag vogelzaad. Vogelzaad! Mag ik haar voeren, oma Big? Mag ik haar voeren? Ja. Het is belangrijk dat jullie Polly niet te veel voer geven. Ja, opa Big. Opa, mogen we Polly uit haar kooi halen? Ja, maar dan moeten jullie wel alle ramen en deuren dicht doen. Anders kan Polly wegvliegen. Goed, dat doen we, opa. Tot ziens, Peppa. Tot ziens, George. Tot ziens, oma Big. Tot ziens, opa Big. Tot ziens, oma Big. Tot ziens, opa Big. Wil je soms een kopje thee? Wil je soms een kopje thee? George strooit vogelzaad in Polly's bak. George, dat is veel te veel vogelzaad. Zo gaat Polly groeien en groeien tot ze knalt als een ballon. Plop! Knalt als een ballon. Plop! Wat hoor ik daar? IJsjes! IJsjes, hoera! Oh nee, George vergeet de deur dicht te doen. IJsjes, IJsjes. Daar is mejuffrouw Konijn. Ze verkoopt ijsjes. Hallo, mama Big. Dag, mejuffrouw Konijn. 4 ijsjes, alstublieft. Dank u, mejuffrouw Konijn. George, je hebt de deur niet dicht gedaan. Polly is vast weggevlogen. Geen paniek, Peppa. Ik denk dat Polly gewoon binnen is. Nee, Polly is er niet. Oh. We zijn Polly kwijt. Wat zullen opa en oma Big verdrietig zijn? Misschien moeten we even in de tuin kijken. Daar, wat is dat? En wat ziet mama Big in de tuin? Kijk, Polly! Hoera! Maar papa, hoe krijgen we Polly nu uit de boom naar beneden? Maak je maar geen zorgen. Ik ga haar wel halen. Kom mee, Polly. Wil je soms een kopje thee? Oh nee, Polly is nog hoger in de boom gaan zitten. Oh, help. Voorzichtig, papa. Kijk uit als je niet wil.
Rustig maar, Peppa. Ik zal heel voorzichtig zijn. Kom mee, Polly. Vogelzaad! Waar gaat George zo snel naartoe? George heeft Polly's eten bij zich. Polly is dol op vogelzaad. George heeft Polly uit de boom naar beneden gelokt. Hoera! Wat is dat voor geluid? Dat is het mobieltje van papa Big. Wat? Oh. Hallo? Oh, oma Big. Hallo, papa Big. Mag ik Polly even spreken? Ja, natuurlijk. Hallo, Polly. Heb je het naar je zin bij Peppa? Hallo, Polly. Heb je het naar je zin bij Peppa? Het mysterie. De hele familie Big kijkt naar hun lievelingsprogramma Detective Pomfrito. Ik ben de wereldberoemde detective Pomfrito. Oeh. Oh, help mij, monsieur detectief. Ik kan mijn bloem echt nergens vinden. Jouw bloem zit bovenop jouw hoofd. Oh, dank u, monsieur detectief. Dat is makkelijk. Dat kan ik ook wel. Dat denk ik ook, Peppa. Papa, als ik groot ben, wil ik een beroemde detective worden. Dat lijkt George ook wel wat. Als jullie detective willen worden, dan hebben jullie een hoed nodig. Detectives hebben altijd een hoed op. Nu zien jullie eruit als twee echte detectives. We moeten ook nog zo'n grappig ding hebben, waardoor alles veel groter lijkt. Dat is een vergrootglas. Er ligt er zeker eentje in de keukenla. Kijk eens aan, een pracht van een vergrootglas. Wauw! Hoe werkt dat? Als je het ergens voorhoudt, dan lijkt het groter. Door het vergrootglas ziet het visje er veel groter uit. Mag ik ook een keer? Wauw! Door het vergrootglas lijken de ogen van George reusachtig. Nu hebben jullie detectives alleen een mysterie nodig om op te lossen. Papa, wat is een mysterie? Een mysterie is iets dat detectives kunnen oplossen. Zoals iets vinden dat kwijt is. Ik weet iets. We zoeken de speelgoeddinosaurus van George. Want die is namelijk echt altijd kwijt. Dinosaurus. Maar de dinosaurus is niet kwijt. Oh, wat dacht je dan van jouw bril, papa? Die ben je echt altijd aan het zoeken. Oh, maar niet vandaag. Kijk maar, ik heb hem op. Het is niet eerlijk. Er is helemaal geen mysterie. Zal ik een mysterie voor jullie bedenken? Ja, graag. Papa Big gaat meteen aan de slag. Goed, wat staat er op tafel? De vissenkom, Teddy, een springverenpop en meneertje dinosaurus. Dat klopt. Kijk nog maar even goed en probeer ze allemaal te onthouden. De vissenkom, Teddy, een springverenpop en meneertje dinosaurus. Weet je ze allemaal? Ja. Oké. Dan mogen jullie nu eventjes naar buiten toe. Ik roep wel als ik klaar ben. Het klinkt alsof papa naar boven toe gaat. En nu komt hij weer naar beneden. Oké. Jullie mogen weer naar binnen toe. Er is één ding van de tafel verdwenen. Weten jullie wat? Meneertje dinosaurus is er. Vissenkom. Springverenpop. Dus wat is er weg? Teddy! Dat klopt. Teddy is weg. Goed gedaan, Peppa en George. Dat was niet zo moeilijk, hoor. We zijn beroemde detectives. Maar dit is pas de helft van het mysterie. Waar is Teddy naartoe? Weet ik niet. Wat liggen daar voor dingetjes op de grond? Koekkruimels. Door het vergrootglas zijn de koekkruimels goed te zien. Zou Teddy misschien koekjes hebben gegeten? En de kruimels gaan deze kant op. Teddy heeft echt een hoop koekjes gegeten, zeg. Ze volgen het kruimelspoor helemaal tot in hun slaapkamer. Kijk, hier stoppen de kruimels. Maar waar zou Teddy nou zitten? Stel me maar wat vragen. Maar ik antwoord alleen met ja of nee. Oké.
Is Teddy in deze kamer? Ja. Zit Teddy in het bed van George? Nee. Zit Teddy ergens heel hoog? Ja. Teddy zit in mijn bed. Hoera! Het mysterie is opgelost. Wil je later als je groot bent nog steeds detective worden, Peppa? Detective zijn is toch best wel moeilijk. De volgende keer wil ik degene zijn die het mysterie bedenkt. Net zoals jij, papa. De tijdcapsule. Peppa en haar vriendjes zitten in de klas. Vandaag maken we met elkaar een tijdcapsule. Wat is een tijdcapsule? Een tijdcapsule is iets dat mensen in de toekomst laat zien hoe wij nu leven. Hoe? We stoppen een aantal dingen in deze bus en die begraven we dan bij de school in de tuin. Gaat die dan groeien? Nee, Suzie. Hij blijft verborgen in de grond voor vele jaren. Maar wat gaan we precies in de bus doen? Een stripboek. Dat is goed, Peppa. Muziek? Uitstekend, Suzie. Een raket. Nee. Een munt. Zegels. Een wortel. Ho, jij houdt erg van wortels, waar of niet, Kelly? Ja. Dit zijn allemaal prachtige dingen die ons dagelijks leven laten zien. Mevrouw Gazelle, hoe ziet de toekomst eruit? Hoe denk jij dat die eruit ziet? Ik denk dat ik in de toekomst op de maan woon. En al mijn vrienden komen dan bij me op bezoek. Nee. En ik vlieg in een ruimteraket. Hallo. Ik ga nu een boodschap filmen voor iedereen in de toekomst. Zeg maar hallo daar in de toekomst. Hallo daar in de toekomst. Jullie wonen vast allemaal op de maan nu. En gaan op vakantie naar Mars. En iedereen vliegt rond in een ruimteraket. Geweldig. Het is bijna tijd om naar huis te gaan en alle ouders komen binnen. Mama, papa, we hebben een tijdcapsule. Ah, papa Big, precies op tijd om een gat voor ons te graven. Maar natuurlijk. Papa Big graaft in de schooltuin een gat voor de tijdcapsule. Zo. Kunnen we hem nu weer opgraven? Haho, hij blijft verborgen in de grond voor vele jaren. Oh, maar ik wil niet zo lang wachten. Peppa, je bent precies als je vader toen hij nog klein was. Oh ja? Ja, dat weet ik nog goed, want ik was ook zijn juffrouw. Zat papa bij u in de klas? Ja, net als alle andere papa's en mama's. Waar of niet? Ja, mevrouw Gazelle. Toen jullie papa's en mama's klein waren, hebben zij ook een tijdcapsule gemaakt. Inderdaad. We hebben hem naast een klein boompje begraven. Mogen we hem opgraven? Ja. Ik geloof dat hij hier in de grond zit. Oh, ik dacht dat de boom veel kleiner was. Ah, oh, het is ook al zo lang geleden. De boom is sindsdien nogal gegroeid. Ik heb iets gevonden. Het is onze oude tijdcapsule. Hoera! Ik ben toch een potje benieuwd. Achteruit, kinderen. Ja, mevrouw Gazelle. En wat hebben we hier allemaal? Oh, een oud stripboek. Dat was mijn lievelingsstripboek. Een vliegtuig. Mijn lievelingsspeeltje. Muziek. Mijn lievelingsplaatje. En een hele oude wortel. Die is van mij. Wat een goede keus, mami. Oh, en een videoband van jullie mama's en papa's toen ze nog klein waren. Oeh. Wie is dat kleine biggetje met die bril op? Ah, dat is papa Big. Oh, en dat ben ik. Hallo daar in de toekomst. Wat heb je een piepstemmetje, papa? Jullie wonen vast allemaal op de maan nu. Gekke kleine papa Big.
Tijdcapsules maken is dolle pret, maar ze opgraven is nog veel leuker. George drinken limonade. Wat een lawaaiige biggetjes. George, moet je al die kleine belletjes zien? Ik kan grotere bellen maken. Peppa blaast bellen in haar limonade. Bellen! George wil ook bellen blazen. Peppa, George, niet met jullie limonade spelen. Sorry, papa. Peppa, als je bellen wilt blazen, doe dat dan maar liever met je bellenblaas. Ja, goed idee, mijn bellenblaas. George, laten we gaan bellenblazen in de tuin. Peppa laat George zien hoe je bellen moet blazen. Eerst doop je de steel in de bellenblaas. Dan haal je diep adem en blaas je. Bellen! George, nu is het jouw beurt. Doop de steel in de bellenblaas. Haal hem eruit. Haal diep adem. En blaas! George blaast zo hard als hij kan, maar hij raakt buiten adem. George, je hebt niet hard genoeg geblazen. Ik weet wel hoe George bellen kan maken. Doop de steel in de bellenblaas, haal hem eruit en zwaai ermee rond. Bellen! Het gaat nog beter als je ermee remt. Wacht op mij! George vindt het leuk om bellen te maken. En Peppa vindt het leuk om ze te laten knappen. Ik ben dol op bellen. Oh nee, de bellenblaas is op. Papa, mama! De bellenblaas is helemaal op. Geen paniek, Peppa. Ik heb al een idee. Mama Big, wil je even een emmer halen? Ja, papa Big. Peppa, haal jij wat zeep? Ja, papa Big. George, haal jij mijn oude tennisracket? Een emmer? Wat zeep? Een tennisracket? Wat is papa Big van plan? Eerst moet ik water hebben. Nu de zeep. En nu het tennisracket graag. Dank je. Let goed op. Oh, wow. Papa Big heeft zijn eigen bellenblaas gemaakt. Kom mee allemaal. Voorzichtig, papa Big. Straks val je nog. Komt wel goed. Wow. Is alles goed, papa Big? Ja, ik ben nog heel. Wow. Papa Big heeft de grootste bel ooit gemaakt. Oh nee, ik heb al mijn bellenblaas geknoeid. Dan kunnen we nu dus geen bellen meer blazen. Maar we kunnen wel in de modderpoel op en neer springen. Kijk! De bellenblaas van papa Big heeft een grote modderpoel gemaakt. Hoera! Peppa is dol op springen in modderpoelen. Kijk! Door de bellenblaas komen er allemaal bellen in de modder. En Peppa is dol op springen in modderpoelen met bellen. Iedereen is dol op springen in modderpoelen met bellen. Meneertje Vogelverschrikker. Peppa en George spelen vandaag bij opa en oma Big. Hallo, opa Big. Opa Big.
Hallo, Peppa. Hallo, George. Opa, wat ben je aan het doen? Ik maak hier een bloemenperkje. Oeh. Ja. Uit deze zaadjes groeien straks prachtige bloemen. Ik strooi de zaadjes op de grond. En dan bedek ik de zaadjes met aarde. Oh, waar zijn ze nou? De zaadjes zijn verdwenen. Dat is raar. Ik had daar toch bloemzaadjes gestrooid? Ja, opa, dat heb ik gezien. Maar ze zijn nu verdwenen. Nou ja, dan doe ik het nog een keertje. Zoals ik al zei, ik laat de zaadjes gewoon op de aarde vallen. Een klein vogeltje eet alle bloemzaadjes van opa Big op. Hé, hey, blijf van mijn zaadjes af! Dus daar zijn al mijn zaadjes gebleven. In een heel klein vogelmaagje. Daar komen nog twee vogeltjes opa's zaadjes pikken. Oh, kijk! Ah, weg, weg! Wat is er aan de hand? Oma Big, de vogeltjes eten al mijn bloemzaadjes op. Daarom jagen wij de vogeltjes weg. Wegjagen heeft geen zin. Ze komen direct weer terug. Kijk. We hebben een vogelverschrikker nodig. Wat is een vogelverschrikker? Een vogelverschrikker is een pop van stro die vogels afschrikt. Wat een prachtig idee, oma Big. Aan de slag. We maken een vogelverschrikker. Tot ziens, vogeltjes. We gaan een vogelverschrikker maken. Dit is de tuinschuur van opa Big. Hier liggen genoeg dingen om een vogelverschrikker mee te maken. Eerst heb ik twee stokken nodig en wat touw. Komt in orde. Peppa heeft twee stokken gevonden en George een touw. Mooi. Ik bind de stokken aan elkaar om het lijf te maken. Oma Big heeft wat stro gevonden en een jute zak. Prachtig. Ik doe het stro in de zak en klaar is het hoofd. Wat zullen we die vogelverschrikker aantrekken? Hier is een tas vol oude kleren. Oeh. George heeft een jurk gevonden. Gekke George. Meneertje vogelverschrikker wil toch geen jurk aan? Peppa haalt een jas tevoorschijn. Prima keuze, Peppa. George heeft een hoed gevonden. Goed gedaan, George. De vogelverschrikker wil graag een gezicht. Natuurlijk! Willen jij en George zijn gezicht schilderen? Ja, graag. George schildert de ogen en de neus. En Peppa schildert de mond. Fantastisch! De vogelverschrikker is klaar. Hoera! De vogels eten weer de bloemzaadjes van opa Big op. Kijk, de vogeltjes zijn terug. Geen probleem, Peppa. Meneertje vogelverschrikker gaat aan het werk. Het lukt. Meneertje vogelverschrikker jaagt alle vogels weg. Hoera! Mooi. Nu worden de zaadjes niet meer opgegeten. Oh, opa. Wat kijken de vogeltjes sip, zeg. Ja, ze hebben vast honger. Daarom heb ik dit bij me. Wat is dat, oma? Dit is een vogelvoerder. Opa, mag ik wat bloemzaadjes hebben? Kijk eens, vogeltjes, etenstijd. Nu kunnen de vogels gerust zaadjes eten. Hoera! De vogeltjes zijn weer helemaal vrolijk. Peppa vindt het fijn dat opa's bloemzaadjes niet meer worden opgegeten. Maar ze vindt het nog fijner dat de vogels geen honger meer hebben. In de file. Oma en opa Big maken een lunch voor Peppa en de hele familie. Ik heb nog wat aardappels opgegraven. Oh, opa. Maar we hebben toch al genoeg aardappels? Een echte Big heeft nooit genoeg aardappels. Oké, stop ze dan maar snel in de oven. Ze zullen zo wel komen. Oh, we hebben heus tijd genoeg. Het is pas 11:00. Peppa en haar familie zijn al onderweg. Waren we maar eerder vertrokken. Nu komen we vast weer te laat. Geen paniek, mama Big. We hebben nog zeeën van tijd. We zijn altijd te laat. Als we naar opa en oma gaan.
Deze keer niet. We nemen een andere weg om zo de drukte te vermijden. Oh, dit had ik dus niet verwacht. De auto van de familie Big staat stil in een file. Kijk, daar is Henkie Hond. Met opa Hond. Henkie Hond en opa Hond staan ook in de file. Hallo, Peppa. Hallo, Peppa. We gaan naar mijn opa en oma voor de lunch. Maar we komen veel te laat. Het is al 1 uur. Ze zijn te laat, zoals gewoonlijk. Hoe gaat het met je aardappels? Die hebben nog wel even nodig, denk ik. Hallo, met oma Big. Hallo, oma Big. We staan stil in een lange file. Maak je niet druk. Wij zijn ook wat laat. Opa heeft zich vergist met de aardappels. Zie je zo meteen. De arme schatten staan stil in een lange file. Dan kan ik mooi nog even een paar kilo aardappels voor ons opgraven. Opa Big. We rijden super langzaam. Zo komen we nooit bij opa en oma Big. Peppa heeft gelijk. We moeten een andere weg nemen. Tja, dit kan nog wel uren duren. Ik weet een kortere weg. Tot ziens allemaal. Wij gaan binnendoor rijden. Tot ziens, Peppa. Succes! Mama Big rijdt nu binnendoor, zodat ze niet in de file hoeven te staan. Maar binnendoor is het nog wel hobbelig. Dit is leuk. Weet je wel zeker dat we goed gaan? Vertrouw me maar. Hallo, eendjes. Wij rijden fijn binnendoor. Kijk, daar is de hoofdweg weer. Goed gedaan, mama Big. Maar we staan weer achter Henkie's kraanwagen. Hallo. Welkom terug. Oh, nee. Dat binnendoorrijden is niet zo goed gelukt. Mooi. De lunch is klaar. En het belangrijkste van alles is dat de aardappels gaar zijn. De lunch is dan wel klaar, maar Peppa en de anderen zijn er nog steeds niet. Hallo, u spreekt met opa Big. We zijn bijna bij jullie. Maar het verkeer rijdt hier nog altijd met een slakkengangetje. Van een heel, heel erg langzame slak. Ze zijn er bijna, maar ze staan nog steeds vast in de file. Arme schatten. En het eten wordt ook nog koud. Ik heb een goed idee. Eventjes mijn kruiwagen halen. Wat is opa Big van plan? Oma Big, we laden die hele lunch in mijn kruiwagen. Ai, ai, opa Big. Als ze niet naar de lunch kunnen komen, dan brengen we de lunch gewoon naar ze toe. Kijk, daar zijn opa en oma. Met onze lunch. In een kruiwagen. Ahoy daar. We kunnen aan tafel. Is er genoeg voor Henkie en voor opa Hond? Mogen die ook wat? Er is genoeg voor iedereen. Hoera! Aardappels! Maar goed dat je zoveel aardappels hebt klaargemaakt, opa. Ho, ho! Een echte Big heeft nooit genoeg aardappels. Recyclen. Meneer Stier, de vuilnisman, haalt vanochtend het vuil op. Het is nog heel vroeg, dus meneer Stier probeert zo zachtjes mogelijk te doen. Maar meneer Stier is niet zo goed in zachtjes doen. Peppa en George zitten aan de ontbijttafel. Wat een herrie, zeg! Dat is meneer Stier, de vuilnisman. Hallo, meneer Stier. Hallo allemaal. Moet weer door. Nog meer vuilnis ophalen. Dag. Dag. Meneer Stier heeft onze vuilnisbak leeggemaakt. Mooi. Dan gaan we de tafel afruimen. Mag ik helpen, mama? Ja, graag zelfs. Dan gooi ik deze lege fles in de vuilnisbak. Peppa, stop. Maar... Lege flessen gaan niet in de vuilnisbak. Die kunnen worden gerecycled. Wat betekent dat? Alle dingen die we niet opnieuw gebruiken, gaan in de vuilnisbak voor meneer Stier. Maar alles wat we wel weer kunnen gebruiken, gaan in deze recycledozen. De rode is voor oude kranten,
De blauwe is voor blikjes en de groene is voor flessen. Peppa, jij hebt daar een fles. Dus in welke doos hoort de fles? In de groene. Juist. Dit is leuk. Nu is George aan de beurt. Zie jij een oude krant voor in de rode doos? George wil de krant van papa Big graag recyclen. Ik heb deze krant nog lang niet helemaal uitgelezen, George. Met een minuutje ben ik klaar. Nou, goed dan. Alsjeblieft, George. Oude kranten doen we in de rode doos, George. Ik zie dat de dozen bijna vol zijn. Laten we naar het recyclecentrum gaan. Hoera, dat doen we. Mama Big heeft de flessen. Peppa heeft de blikjes. En George heeft de oude kranten. Is iedereen er klaar voor? Ja, Papa Big. Kom, we gaan. Recycle, recycle, we doen aan recyclen. Blikjes, flesjes, oude kranten. Recycle, recycle, we doen aan recyclen. Dit is het recyclecentrum van mevrouw Konijn. We zijn er. Hoera! Hallo daar. Hallo mevrouw Konijn. Komen jullie om iets te recyclen? Ja, inderdaad. Wat fijn zeg. Ga je gang. Wat is met juffrouw Konijn aan het doen? Ze recycelt alle roestige oude auto's. Wauw. Wie weet in welke bak de flessen moeten? In de groene. Dat klopt. En de blikjes gaan in de blauwe. Goed zo, Peppa. George wil de oude kranten recyclen. Oké, George, dan mag jij nu de kranten doen. Zo. Voor vandaag hebben we wel genoeg gerecycled. Ja. Kom, we gaan naar huis. Oh, waar is onze auto nou? De auto van de familie Big is weg. Achteruit. Oh nee, mevrouw Konijn is hem aan het recyclen. Stop! Dat is onze auto! Wat? Meen je dat nou? Ja! Onze auto is niet oud en roestig. Domme ik. Ik ben gewoon dol op recyclen. Ja, en wij ook. Maar we zijn ook dol op onze auto. Ja, en onze auto is dol op ons. Ja, toch? Sportdag. Vandaag is het sportdag op school. Peppa en al haar vriendjes doen mee. Het eerste onderdeel is hardlopen. De kinderen moeten zo hard mogelijk rennen. Ik denk dat ik ga winnen, want ik kan heel hard rennen. Ik ben sneller dan jij. Klaar voor de start. Ik ren wel 100 kilometer per uur. Ik ren wel 1 miljoen kilometer per uur. Peppa, Suzy, stop met kletsen en ren. Oh. Kelly Konijn gaat aan de leiding. Konijn, Peppa en Suzy lopen helemaal achteraan. Zet hem op, Suzy. Zo, Kelly. Kelly Konijn heeft gewonnen. En Peppa en Suzy zijn de laatste. De winnaar van de wedstrijd is onze Kelly Konijn. Hoera! Dank u wel. Ik had vast gewonnen als jij niet tegen me had staan praten, Suzy. Kom, kom, Peppa. Onthoud maar dat het niet om het winnen gaat, maar om het meedoen. Ja, papa. Het volgende onderdeel is het verspringen. George en Karel kijken wie het verste kan springen. George, ren zo hard als je kan en spring zo ver als je kan. George, klaar voor de start? Af! George sprong zo ver als hij kon. En nu is Karel Konijn aan de beurt. Piep, piep.
als Karel geen aanloop neemt, zal hij niet zo ver springen. Karel, klaar voor de start? Karel heeft verder gesprongen dan George. En de winnaar is Karel Konijn. Hoera! George, onthoud maar dat het niet om het winnen gaat, maar wel om het meedoen. De volgende wedstrijd is de estafette. Elk kind mag een ouder uitzoeken om mee hard te lopen. Peppa, kies mij, kies mij! Maar papa, jij bent niet zo goed in hardlopen. Als klein biggetje was ik er heel goed in. Maar nu heb je een dikke buik. Ik kan nog steeds bij mijn teen, hoor. Bijna. Oké, papa. Maar je moet wel heel erg hard gaan. De papa's en mama's lopen het eerste deel van de wedstrijd en geven dan de stokjes door aan de kinderen. Mama's en papa's, klaar voor de start. Papa Big gaat aan kop. Papa! Dank je, papa. Dat heb je goed gedaan. Nu ben ik aan de beurt om te... Peppa, stop met kletsen en ren. Oh. Miauw. Nee. En de winnaar is Olivia Olifant. Hoera! Oh, papa. Ik heb nog niet eens één prijs. Rustig maar, Peppa. Er komt nog een onderdeel. En dan nu het laatste onderdeel van vandaag. We gaan touwtrekken. Meisjes tegen de jongens. En als ik afzeg, moet je zo hard als je kunt aan het touw trekken. De meisjes gaan winnen. Nee, mooi niet. De jongens gaan winnen. Klaar voor de start? Kom op, jongens. Kom op, trekken. Meisjes, trekken. Dat doe ik toch, Peppa? Ze trekken allemaal op hun hardst. En daardoor breekt de touw. Wow. En de uitslag is gelijkspel. Dus allemaal gewonnen. Hoera! Ik ben dol op schoolsportdag. En vooral als ik de prijs win. Polly op vakantie. Oma en opa Big gaan op vakantie. Ze brengen Polly papegaai naar Peppa toe, zodat zij en George voor Polly kunnen zorgen. Hallo allemaal. Hallo opa Big. Hallo oma Big. Polly heeft heel veel zin in haar vakantie bij Peppa en George. Hallo Polly. Hallo Polly. Als een echte papegaai zegt Polly alles na. Wat zit er in Polly's koffertje, oma? Daar zit Polly's voer in. George, kun jij raden wat Polly het liefste eet? Chocoladecake. Nee, geen chocoladecake. Polly lust graag vogelzaad. Vogelzaad! Mag ik haar voeren, oma Big? Mag ik haar voeren? Ja. Het is belangrijk dat jullie Polly niet te veel voer geven. Ja, opa Big. Opa, mogen we Polly uit haar kooi halen? Ja, maar dan moeten jullie wel alle ramen en deuren dicht doen. Anders kan Polly wegvliegen. Goed, dat doen we, opa. Tot ziens, Peppa. Tot ziens, George. Tot ziens, oma Big. Tot ziens, opa Big. Tot ziens, oma Big. Tot ziens, opa Big. Wil je soms een kopje thee? Wil je soms een kopje thee? George strooit vogelzaad in Polly's bak. George, dat is veel te veel vogelzaad. Zo gaat Polly groeien en groeien tot ze knalt als een ballon. Plop! Knalt als een ballon. Plop! Wat hoor ik daar? IJsjes! IJsjes, hoera! Oh nee, George vergeet de deur dicht te doen. IJsjes!
ijsjes, ijsjes. Daar is mejuffrouw Konijn. Ze verkoopt ijsjes. Hallo, mama Big. Dag, mejuffrouw Konijn. 4 ijsjes, alstublieft. Dank u, mejuffrouw Konijn. George, je hebt de deur niet dicht gedaan. Polly is vast weggevlogen. Geen paniek, Peppa. Ik denk dat Polly gewoon binnen is. Nee, Polly is er niet. Oh. We zijn Polly kwijt. Wat zullen opa en oma Big verdrietig zijn? Misschien moeten we even in de tuin kijken. Daar, wat is dat? En wat ziet mama Big in de tuin? Kijk, Polly! Hoera! Maar papa, hoe krijgen we Polly nu uit de boom naar beneden? Maak je maar geen zorgen. Ik ga haar wel halen. Kom mee, Polly. Wil je soms een kopje thee? Oh nee, Polly is nog hoger in de boom gaan zitten. Oh, help. Voorzichtig, papa. Kijk uit als je niet weer uit de boom naar beneden valt, oké? Rustig maar, Peppa. Ik zal heel voorzichtig zijn. Kom mee, Polly. Vogelzaad! Waar gaat George zo snel naartoe? George heeft Polly's eten bij zich. Polly is dol op vogelzaad. George heeft Polly uit de boom naar beneden gelokt. Hoera! Wat is dat voor geluid? Dat is het mobieltje van papa Big. Wat? Oh. Hallo? Oh, oma Big. Hallo, papa Big. Mag ik Polly even spreken? Ja, natuurlijk. Hallo, Polly. Heb je het naar je zin bij Peppa? Hallo, Polly. Heb je het naar je zin bij Peppa? Het mysterie. De hele familie Big kijkt naar hun lievelingsprogramma Detective Pomfrito. Ik ben de wereldberoemde detective Pomfrito. Oeh. Oh, help mij, monsieur detectief. Ik kan mijn bloem echt nergens vinden. Jouw bloem zit bovenop jouw hoofd. Oh, dank u, monsieur detectief. Dat is makkelijk. Dat kan ik ook wel. Dat denk ik ook, Peppa. Papa, als ik groot ben, wil ik een beroemde detective worden. Dat lijkt George ook wel wat. Als jullie detective willen worden, dan hebben jullie een hoed nodig. Detectives hebben altijd een hoed op. Nu zien jullie eruit als 2 echte detectives. We moeten ook nog zo'n grappig ding hebben, waardoor alles veel groter lijkt. Dat is een vergrootglas. Er ligt er zeker eentje in de keukenla. Kijk eens aan, een pracht van een vergrootglas. Wauw! Hoe werkt dat? Als je het ergens voorhoudt, dan lijkt het groter. Door het vergrootglas ziet het visje er veel groter uit. Mag ik ook een keer? Wauw! Door het vergrootglas lijken de ogen van George reusachtig. Nu hebben jullie detectives alleen een mysterie nodig om op te lossen. Papa, wat is een mysterie? Een mysterie is iets dat detectives kunnen oplossen. Zoals iets vinden dat kwijt is. Ik weet iets. We zoeken de speelgoeddinosaurus van George. Want die is namelijk echt altijd kwijt. Dinosaurus. Maar de dinosaurus is niet kwijt. Oh, wat dacht je dan van jouw bril, papa? Die ben je echt altijd aan het zoeken. Oh, maar niet vandaag. Kijk maar, ik heb hem op. Het is niet eerlijk. Er is helemaal geen mysterie. Zal ik een mysterie voor jullie bedenken? Ja, graag. Papa Big gaat meteen aan de slag. Goed, wat staat er op tafel? De vissenkom, Teddy, een springverenpop en meneertje dinosaurus. Dat klopt. Kijk nog maar even goed en probeer ze allemaal te onthouden. De vissenkom, Teddy, een springverenpop en meneertje dinosaurus. Weet je ze allemaal? Ja. Oké. Dan mogen jullie nu eventjes naar buiten toe. Ik roep wel als ik klaar ben. Het klinkt alsof papa naar boven toe gaat.
En nu komt hij weer naar beneden. Oké. Jullie mogen weer naar binnen toe. Er is één ding van de tafel verdwenen. Weten jullie wat? Meneertje dinosaurus is er. Vissenkom. Springverenpop. Dus wat is er weg? Teddy. Dat klopt. Teddy is weg. Goed gedaan, Peppa en George. Dat was niet zo moeilijk, hoor. We zijn beroemde detectives. Maar dit is pas de helft van het mysterie. Waar is Teddy naartoe? Oeh, dat weet ik niet. Wat liggen daar voor dingetjes op de grond? Koekkruimels. Door het vergrootglas zijn de koekkruimels goed te zien. Zou Teddy misschien koekjes hebben gegeten? En de kruimels gaan deze kant op. Teddy heeft echt een hoop koekjes gegeten, zeg. Ze volgen het kruimelspoor helemaal tot in hun slaapkamer. Kijk, hier stoppen de kruimels. Maar waar zou Teddy nou zitten? Stel me maar wat vragen. Maar ik antwoord alleen met ja of nee. Oké. Is Teddy in deze kamer? Ja. Zit Teddy in het bed van George? Nee. Zit Teddy ergens heel hoog? Ja. Teddy zit in mijn bed. Hoera! Het mysterie is opgelost. Wil je later als je groot bent nog steeds detective worden, Peppa? Detective zijn is toch best wel moeilijk. De volgende keer wil ik degene zijn die het mysterie bedenkt. Net zoals jij, papa. De tijdcapsule. Peppa en haar vriendjes zitten in de klas. Vandaag maken we met elkaar een tijdcapsule. Wat is een tijdcapsule? Een tijdcapsule is iets dat mensen in de toekomst laat zien hoe wij nu leven. Hoe? We stoppen een aantal dingen in deze bus en die begraven we dan bij de school in de tuin. Gaat die dan groeien? Nee, Suzie. Hij blijft verborgen in de grond voor vele jaren. Maar wat gaan we precies in de bus doen? Een stripboek. Dat is goed, Peppa. Muziek? Uitstekend, Suzie. Een raket. Nee. Een munt. Zegels. Een wortel. Ho, jij houdt erg van wortels, waar of niet, Kelly? Ja. Dit zijn allemaal prachtige dingen die ons dagelijks leven laten zien. Mevrouw Gazelle, hoe ziet de toekomst eruit? Hoe denk jij dat die eruit ziet? Ik denk dat ik in de toekomst op de maan woon. En al mijn vrienden komen dan bij me op bezoek. Nee. En ik vlieg in een ruimteraket. Hallo. Ik ga nu een boodschap filmen voor iedereen in de toekomst. Zeg maar hallo daar in de toekomst. Hallo daar in de toekomst. Jullie wonen vast allemaal op de maan nu. En gaan op vakantie naar Mars. En iedereen vliegt rond in een ruimteraket. Geweldig. Het is bijna tijd om naar huis te gaan en alle ouders komen binnen. Mama, papa, we hebben een tijdcapsule. Ah, papa Beer, precies op tijd om een gat voor ons te graven. Maar natuurlijk. Papa Beer graaft in de schooltuin een gat voor de tijdcapsule. Zo. Kunnen we hem nu weer opgraven? Haho, hij blijft verborgen in de grond voor vele jaren. Oh, maar ik wil niet zo lang wachten. Peppa, je bent precies als je vader toen hij nog klein was. Oh ja? Ja, dat weet ik nog goed, want ik was ook zijn juffrouw. Zat papa bij u in de klas? Ja, net als alle andere papa's en mama's. Waar of niet? Ja, mevrouw Gazelle. Toen jullie papa's en mama's klein waren, hebben zij ook een tijdcapsule gemaakt. Inderdaad. We hebben hem naast een klein boompje begraven. Mogen we hem opgraven? Ja. Ik geloof dat hij hier in de grond zit. Oh, ik dacht dat de boom veel kleiner was. Ha, oh, het is ook al zo lang geleden.
De boom is sindsdien nogal gegroeid. Ik heb iets gevonden. Het is onze oude tijdcapsule. Hoera! Ik ben toch een potje benieuwd. Achteruit, kinderen. Ja, mevrouw Gazelle. En wat hebben we hier allemaal? Oh, een oud stripboek. Dat was mijn lievelingsstripboek. Een vliegtuig. Mijn lievelingsspeeltje. Muziek. Mijn lievelingsplaatje. En een hele oude wortel. Die is van mij. Wat een goede keus, mami. Oh, en een videoband van jullie mama's en papa's toen ze nog klein waren. Oeh. Wie is dat kleine biggetje met die bril op? Ah, dat is papa Big. Oh, en dat ben ik. Hallo daar in de toekomst. Wat heb je een piepstemmetje, papa? Jullie wonen vast allemaal op de maan nu. Gekke kleine papa Big. Tijdcapsules maken is dolle pret, maar ze opgraven is nog veel leuker. Bellen! Peppa en George drinken limonade. Wat een lawaaiige biggetjes. George, moet je al die kleine belletjes zien? Ik kan grotere bellen maken. Peppa blaast bellen in haar limonade. Bellen! George wil ook bellen blazen. Peppa, George, niet met jullie limonade spelen. Sorry, papa. Peppa, als je bellen wilt blazen, doe dat dan maar liever met je bellenblaas. Ja, goed idee, mijn bellenblaas. George, laten we gaan bellenblazen in de tuin. Peppa laat George zien hoe je bellen moet blazen. Eerst doop je de steel in de bellenblaas. Dan haal je diep adem en blaas je. Bellen! George, nu is het jouw beurt. Doop de steel in de bellenblaas. Haal hem eruit. Haal diep adem. En blaas! George blaast zo hard als hij kan, maar hij raakt buiten adem. George, je hebt niet hard genoeg geblazen. Ik weet wel hoe George bellen kan maken. Doop de steel in de bellenblaas, haal hem eruit en zwaai ermee rond. Bellen! Het gaat nog beter als je ermee remt. Wacht op mij! George vindt het leuk om bellen te maken. En Peppa vindt het leuk om ze te laten knappen. Ik ben dol op bellen. Oh nee, de bellenblaas is op. Papa, mama! De bellenblaas is helemaal op. Geen paniek, Peppa. Ik heb al een idee. Mama Big, wil je even een emmer halen? Ja, papa Big. Peppa, haal jij wat zeep? Ja, papa Big. George, haal jij mijn oude tennisracket? Een emmer? Wat zeep? Een tennisracket? Wat is papa Big van plan? Eerst moet ik water hebben. Nu de zeep. En nu het tennisracket graag. Dank je. Let goed op. Oh, wow. Papa Big heeft zijn eigen bellenblaas gemaakt. Kom mee allemaal. Voorzichtig, papa Big. Straks val je nog. Komt wel goed. Wow. Oh.
Is alles goed, papa Big? Ja, ik ben nog heel. Wow. Papa Big heeft de grootste bel ooit gemaakt. Oh nee, ik heb al mijn bellenblaas geknoeid. Dan kunnen we nu dus geen bellen meer blazen. Maar we kunnen wel in de modderpoel op en neer springen. Kijk! De bellenblaas van papa Big heeft een grote modderpoel gemaakt. Hoera! Peppa is dol op springen in modderpoelen. Kijk! Door de bellenblaas komen er allemaal bellen in de modder. En Peppa is dol op springen in modderpoelen met bellen. Iedereen is dol op springen in modderpoelen met bellen. Meneertje Vogelverschrikker. Peppa en George spelen vandaag bij opa en oma Big. Hallo, opa Big. Opa Big. Hallo, Peppa. Hallo, George. Opa, wat ben je aan het doen? Ik maak hier een bloemenperkje. Oeh. Ja. Uit deze zaadjes groeien straks prachtige bloemen. Ik strooi de zaadjes op de grond. En dan bedek ik de zaadjes met aarde. Oh, waar zijn ze nou? De zaadjes zijn verdwenen. Dat is raar. Ik had daar toch bloemzaadjes gestrooid? Ja, opa. Dat heb ik gezien. Maar ze zijn nu verdwenen. Nou ja, dan doe ik het nog een keertje. Zoals ik al zei, ik laat de zaadjes gewoon op de aarde vallen. Een klein vogeltje eet alle bloemzaadjes van opa Big op. Hé, blijf van mijn zaadjes af. Dus daar zijn al mijn zaadjes gebleven. In een heel klein vogelmaagje. Daar komen nog twee vogeltjes opa's zaadjes pikken. Oh, kijk! Ah, weg, weg! Wat is er aan de hand? Oma Big, de vogeltjes eten al mijn bloemzaadjes op. Daarom jagen wij de vogeltjes weg. Wegjagen heeft geen zin. Ze komen direct weer terug. Kijk, we hebben een vogelverschrikker nodig. Wat is een vogelverschrikker? Een vogelverschrikker is een pop van stro die vogels afschrikt. Wat een prachtig idee, oma Big. Aan de slag. We maken een vogelverschrikker. Tot ziens, vogeltjes. We gaan een vogelverschrikker maken. Dit is de tuinschuur van opa Big. Hier liggen genoeg dingen om een vogelverschrikker mee te maken. Eerst heb ik twee stokken nodig en wat touw. Komt in orde. Peppa heeft twee stokken gevonden en George een touw. Mooi. Ik bind de stokken aan elkaar om het lijf te maken. Oma Big heeft wat stro gevonden en een jute zak. Prachtig. Ik doe het stro in de zak en klaar is het hoofd. Wat zullen we die vogelverschrikker aantrekken? Hier is een tas vol oude kleren. Oeh. George heeft een jurk gevonden. Gekke George. Meneertje Vogelverschrikker wil toch geen jurk aan? Peppa haalt een jas tevoorschijn. Prima keuze, Peppa. George heeft een hoed gevonden. Goed gedaan, George. De vogelverschrikker wil graag een gezicht. Natuurlijk! Willen jij en George zijn gezicht schilderen? Ja, graag. George schildert de ogen en de neus. En Peppa schildert de mond. Fantastisch! De vogelverschrikker is klaar. Hoera! De vogels eten weer de bloemzaadjes van opa Big op. Kijk, de vogeltjes zijn terug. Geen probleem, Peppa. Meneertje Vogelverschrikker gaat aan het werk. Het lukt. Meneertje Vogelverschrikker jaagt alle vogels weg. Hoera! Mooi. Nu worden de zaadjes niet meer opgegeten. Oh, opa. Wat kijken de vogeltjes sip, zeg. Ja, ze hebben vast honger. Daarom heb ik dit bij me. Wat is dat, oma? Dit is een vogelvoerder. Opa, mag ik wat bloemzaadjes hebben? Kijk.
Kijk eens, vogeltjes, etenstijd. Nu kunnen de vogels gerust zaadjes eten. Hoera! De vogeltjes zijn weer helemaal vrolijk. Peppe vindt het fijn dat opa's bloemzaadjes niet meer worden opgegeten. Maar ze vindt het nog fijner dat de vogels geen honger meer hebben. In de file. Oma en opa Big maken een lunch voor Peppa en de hele familie. Ik heb nog wat aardappels opgegraven. Oh, opa. Maar we hebben toch al genoeg aardappels? Een echte Big heeft nooit genoeg aardappels. Oké, stop ze dan maar snel in de oven. Ze zullen zo wel komen. Oh, we hebben heus tijd genoeg. Het is pas 11 uur. Peppa en haar familie zijn al onderweg. Waren we maar eerder vertrokken. Nu komen we vast weer te laat. Geen paniek, mama Big. We hebben nog zeeën van tijd. We zijn altijd te laat. Als we naar opa en oma gaan. Deze keer niet. We nemen een andere weg om zo de drukte te vermijden. Oh, dit had ik dus niet verwacht. De auto van de familie Big staat stil in een file. Kijk, daar is Henkie Hond. Met opa Hond. Henkie Hond en opa Hond staan ook in de file. Hallo Peppa. Hallo Peppa. We gaan naar mijn opa en oma voor de lunch. Maar we komen veel te laat. Het is al 1 uur. Ze zijn te laat, zoals gewoonlijk. Hoe gaat het met je aardappels? Die hebben nog wel even nodig, denk ik. Hallo, met oma Big. Hallo, oma Big. We staan stil in een lange file. Maak je niet druk. Wij zijn ook wat laat. Opa heeft zich vergist met de aardappels. Zie je zo meteen. De arme schatten staan stil in een lange file. Dan kan ik mooi nog even een paar kilo aardappels voor ons opgraven. Opa Big. We rijden super langzaam. Zo komen we nooit bij opa en oma Big. Peppa heeft gelijk. We moeten een andere weg nemen. Tja, dit kan nog wel uren duren. Ik weet een kortere weg. Tot ziens allemaal. Wij gaan binnendoor rijden. Tot ziens, Peppa. Succes! Mama Big rijdt nu binnendoor, zodat ze niet in de file hoeven te staan. Maar binnendoor is het nog wel hobbelig. Dit is leuk. Weet je wel zeker dat we goed gaan? Vertrouw me maar. Hallo eendjes. Wij rijden fijn binnendoor. Kijk, daar is de hoofdweg weer. Goed gedaan, mama Big. Maar we staan weer achter Henkie's kraanwagen. Hallo. Welkom terug. Oh nee, dat binnendoorrijden is niet zo goed gelukt. Mooi, de lunch is klaar. En het belangrijkste van alles is dat de aardappels gaar zijn. De lunch is dan wel klaar, maar Peppe en de anderen zijn er nog steeds niet. Hallo, u spreekt met opa Big. We zijn bijna bij jullie. Maar het verkeer rijdt hier nog altijd met een slakkengangetje. Van een heel, heel erg langzame slak. Ze zijn er bijna, maar ze staan nog steeds vast in de file. Arme schatten. En het eten wordt ook nog koud. Ik heb een goed idee. Eventjes mijn kruiwagen halen. Wat is opa Big van plan? Oma Big, we laden die hele lunch in mijn kruiwagen. Ai, ai, opa Big. Als ze niet naar de lunch kunnen komen, dan brengen we de lunch gewoon naar ze toe. Kijk, daar zijn opa en oma. Met onze lunch. In een kruiwagen. Ahoy daar. We kunnen aan tafel. Is er genoeg voor Henkie? En voor opa Hond? Mogen die ook wat? Er is genoeg voor iedereen. Hoera! Aardappels! Maar goed dat je zoveel aardappels hebt klaargemaakt, opa. Hoho! Een echte Big heeft nooit genoeg aardappels. Recyclen.
Meneer Stier, de vuilnisman, haalt vanochtend het vuil op. Het is nog heel vroeg, dus meneer Stier probeert zo zachtjes mogelijk te doen. Maar meneer Stier is niet zo goed in zachtjes doen. Peppa en George zitten aan de ontbijttafel. Wat een herrie, zeg! Dat is meneer Stier, de vuilnisman. Hallo, meneer Stier. Hallo allemaal. Moet weer door. Nog meer vuilnis ophalen. Dag. Dag. Meneer Stier heeft onze vuilnisbak leeggemaakt. Mooi. Dan gaan we de tafel afruimen. Mag ik helpen, mama? Ja, graag zelfs. Dan gooi ik deze lege fles in de vuilnisbak. Peppa, stop. Maar... Lege flessen gaan niet in de vuilnisbak. Die kunnen worden gerecycled. Wat betekent dat? Alle dingen die we niet opnieuw gebruiken, gaan in de vuilnisbak. Voor meneer Stier. Maar alles wat we wel weer kunnen gebruiken, gaan in deze recycledozen. De rode is voor oude kranten. De blauwe is voor blikjes. En de groene is voor flessen. Peppa, jij hebt daar een fles. Dus in welke doos hoort de fles? In de groene. Juist. Dit is leuk. Nu is George aan de beurt. Zie jij een oude krant voor in de rode doos? George wil de krant van papa Big graag recyclen. Ik heb deze krant nog lang niet helemaal uitgelezen, George. Met een minuutje ben ik klaar. Nou, goed dan. Alsjeblieft, George. Oude kranten doen we in de rode doos, George. Ik zie dat de dozen bijna vol zijn. Laten we naar het recyclecentrum gaan. Hoera, dat doen we. Mama Big heeft de flessen. Peppa heeft de blikjes. En George heeft de oude kranten. Is iedereen er klaar voor? Ja, Mama Big. Kom, we gaan. Recycle, recycle, we doen aan recyclen. Blikjes, flesjes, oude kranten. Recycle, recycle, we doen aan recyclen. Dit is het recyclecentrum van mevrouw Konijn. We zijn er. Hoera! Hallo daar. Hallo mevrouw Konijn. Komen jullie om iets te recyclen? Ja, inderdaad. Wat fijn zeg. Ga je gang. Wat is met juffrouw Konijn aan het doen? Ze recycelt alle roestige oude auto's. Wauw. Wie weet in welke bak de flessen moeten? In de groene. Dat klopt. En de blikjes gaan in de blauwe. Goed zo, Peppa. George wil de oude kranten recyclen. Oké, George, dan mag jij nu de kranten doen. Zo. Voor vandaag hebben we wel genoeg gerecycled. Ja. Kom, we gaan naar huis. Oh, waar is onze auto nou? De auto van de familie Big is weg. Achteruit. Oh nee, mevrouw Konijn is hem aan het recyclen. Stop! Dat is onze auto! Wat? Meen je dat nou? Ja! Onze auto is niet oud en roestig. Domme ik. Ik ben gewoon dol op recyclen. Ja, en wij ook. Maar we zijn ook dol op onze auto. Ja, en onze auto is dol op ons. Ja, toch? Sportdag. Vandaag is het sportdag op school. Peppa en al haar vriendjes doen mee. Het eerste onderdeel is hardlopen. De kinderen moeten zo hard mogelijk rennen. Ik denk dat ik ga winnen, want ik kan heel hard rennen. Ik ben sneller dan jij. Klaar voor de start. Ik ren wel 100
kilometer per uur. Ik ren wel 1 miljoen kilometer per uur. Peppa, Suzy, stop met kletsen en ren. Oh. Kelly Konijn gaat aan de leiding. Corrie, Peppa en Suzy lopen helemaal achteraan. Zet op, ze gaan. Kelly. Kelly Konijn heeft gewonnen. En Peppa en Suzy zijn de laatste. De winnaar van de wedstrijd is onze Kelly Konijn. Hoera! Dank u wel. Ik had vast gewonnen als jij niet tegen me had staan praten, Suzy. Kom, kom, Peppa. Onthoud maar dat het niet om het winnen gaat, maar om het meedoen. Ja, papa. Het volgende onderdeel is het verspringen. George en Karel kijken wie het verste kan springen. George, ren zo hard als je kan en spring zo ver als je kan. George, klaar voor de start? Af! George sprong zo ver als hij kon. En nu is Karel Konijn aan de beurt. Als Karel geen aanloop neemt, zal hij niet zo ver springen. Karel, klaar voor de start? Af! Karel heeft verder gesprongen dan George. En de winnaar is Karel Konijn. Hoera! George, onthoud maar dat het niet om het winnen gaat, maar wel om het meedoen. De volgende wedstrijd is de estafette. Elk kind mag een ouder uitzoeken om mee hard te lopen. Peppa, kies mij, kies mij. Maar papa, jij bent niet zo goed in hardlopen. Als klein biggetje was ik er heel goed in. Maar nu heb je een dikke buik. Ik kan nog steeds bij mijn teen, hoor. Bijna. Oké, papa. Maar je moet wel heel erg hard gaan. De papa's en mama's lopen het eerste deel van de wedstrijd en geven dan de stokjes door aan de kinderen. Mama's en papa's. Klaar voor de start? Af! Oh. Miauw! Papa Big gaat aan kop. Hé, papa! Dank je, papa. Dat heb je goed gedaan. Nu ben ik aan de beurt om te... Peppa, stop met kletsen en ren! Oh! Miauw! Nee. En de winnaar is Olivia Olifant. Hoera! Oh, papa. Ik heb nog niet eens 1 prijs. Rustig maar, Peppa. Er komt nog een onderdeel. En dan nu het laatste onderdeel van vandaag. We gaan touwtrekken. Meisjes tegen de jongens. En als ik afzeg, moet je zo hard als je kunt aan het touw trekken. De meisjes gaan winnen. Nee, mooi niet. De jongens gaan winnen. Klaar voor de start? Af! Kom op, jongens. Kom op, trekken. Meisjes, trekken. Dat doe ik toch, Peppa? Ze trekken allemaal op hun hardst. En daardoor breekt de touw. Wow. En de uitslag is gelijkspel. Dus allemaal gewonnen. Hoera! Ik ben dol op schoolsportdag. En vooral als ik de prijs win. Polly op vakantie. Oma en opa Big gaan op vakantie. Ze brengen Polly papegaai naar Peppa toe, zodat zij en George voor Polly kunnen zorgen. Hallo allemaal. Hallo opa Big. Hallo oma Big. Polly heeft heel veel zin in haar vakantie bij Peppa en George. Hallo Polly. Hallo Polly. Als een echte papegaai zegt Polly alles na. Wat zit er in Polly's koffertje, oma? Daar zit Polly's voer in. George, kun jij raden wat Polly het liefste eet? Chocoladecake. Nee, geen chocoladecake. Polly lust graag vogelzaad.
vogelzaad. Mag ik haar voeren, oma Big? Mag ik haar voeren? Ja. Het is belangrijk dat jullie Polly niet te veel voer geven. Ja, opa Big. Opa, mogen we Polly uit haar kooi halen? Ja, maar dan moeten jullie wel alle ramen en deuren dicht doen. Anders kan Polly wegvliegen. Goed, dat doen we, opa. Tot ziens, Peppa. Tot ziens, George. Tot ziens, oma Big. Tot ziens, opa Big. Tot ziens, oma Big. Tot ziens, opa Big. Wil je soms een kopje thee? Wil je soms een kopje thee? George strooit vogelzaad in Polly's bak. George, dat is veel te veel vogelzaad. Zo gaat Polly groeien en groeien tot ze knalt als een ballon. Plop! Knalt als een ballon. Plop! Wat hoor ik daar? IJsjes! IJsjes, hoera! Oh nee, George vergeet de deur dicht te doen. IJsjes, IJsjes! Daar is mejuffrouw Konijn. Ze verkoopt IJsjes. Hallo, mama Big. Dag, mejuffrouw Konijn. 4 IJsjes, alstublieft. Dank u, mejuffrouw Konijn. George, je hebt de deur niet dicht gedaan. Polly is vast weggevlogen. Geen paniek, Peppa. Ik denk dat Polly gewoon binnen is. Nee, Polly is er niet. Oh. We zijn Polly kwijt. Wat zullen opa en oma Big verdrietig zijn? Misschien moeten we even in de tuin kijken. Daar, wat is dat? En wat ziet mama Big in de tuin? Kijk, Polly! Hoera! Maar papa, hoe krijgen we Polly nu uit de boom naar beneden? Maak je maar geen zorgen. Ik ga haar wel halen. Kom mee, Polly. Wil je soms een kopje thee? Oh nee, Polly is nog hoger in de boom gaan zitten. Oh, help. Voorzichtig, papa. Kijk uit als je niet weer uit de boom naar beneden valt, oké? Rustig maar, Peppa. Ik zal heel voorzichtig zijn. Kom mee, Polly. Vogelzaad! Waar gaat George zo snel naartoe? George heeft Polly's eten bij zich. Polly is dol op vogelzaad. George heeft Polly uit de boom naar beneden gelokt. Hoera! Wat is dat voor geluid? Dat is het mobieltje van papa Big. Wat? Hallo? Oh, oma Big. Hallo, papa Big. Mag ik Polly even spreken? Ja, natuurlijk. Hallo, Polly. Heb je het naar je zin bij Peppa? Hallo, Polly. Heb je het naar je zin bij Peppa? Het mysterie. De hele familie Big kijkt naar hun lievelingsprogramma Detective Pomfrito. Ik ben de wereldberoemde detective Pomfrito. Oeh. Oh, help mij, monsieur detectief. Ik kan mijn bloem echt nergens vinden. Jouw bloem zit bovenop jouw hoofd. Oh, dank u, monsieur detectief. Dat is makkelijk. Dat kan ik ook wel. Dat denk ik ook, Peppa. Papa, als ik groot ben, wil ik een beroemde detective worden. Dat lijkt George ook wel wat. Als jullie detective willen worden, dan hebben jullie een hoed nodig. Detectives hebben altijd een hoed op. Nu zien jullie eruit als 2 echte detectives. We moeten ook nog zo'n grappig ding hebben, waardoor alles veel groter lijkt. Dat is een vergrootglas. Er ligt er zeker eentje in de keukenla. Kijk eens aan, een pracht van een vergrootglas. Wauw! Hoe werkt dat? Als je het ergens voorhoudt, dan lijkt het groter. Door het vergrootglas ziet het visje er veel groter uit. Mag ik ook een keer? Wauw!
Door het vergrootglas lijken de ogen van George reusachtig. Nu hebben jullie detectives alleen een mysterie nodig om op te lossen. Papa, wat is een mysterie? Een mysterie is iets dat detectives kunnen oplossen. Zoals iets vinden dat kwijt is. Ik weet iets. We zoeken de speelgoeddinosaurus van George. Want die is namelijk echt altijd kwijt. Dinosaurus. Maar de dinosaurus is niet kwijt. Oh, wat dacht je dan van jouw bril, papa? Die ben je echt altijd aan het zoeken. Oh, maar niet vandaag. Kijk maar, ik heb hem op. Het is niet eerlijk. Er is helemaal geen mysterie. Zal ik een mysterie voor jullie bedenken? Ja, graag. Papa Big gaat meteen aan de slag. Goed, wat staat er op tafel? De vissenkom, Teddy, een springverenpop en meneertje dinosaurus. Dat klopt. Kijk nog maar even goed en probeer ze allemaal te onthouden. De vissenkom, Teddy, een springverenpop en meneertje dinosaurus. Weet je ze allemaal? Ja. Oké. Dan mogen jullie nu eventjes naar buiten toe. Ik roep wel als ik klaar ben. Het klinkt alsof papa naar boven toe gaat. En nu komt hij weer naar beneden. Oké. Jullie mogen weer naar binnen toe. Er is één ding van de tafel verdwenen. Weten jullie wat? Meneertje dinosaurus is er. Vissenkom. Springverenpop. Dus wat is er weg? Teddy! Dat klopt. Teddy is weg. Goed gedaan, Peppa en George. Dat was niet zo moeilijk, hoor. We zijn beroemde detectives. Maar dit is pas de helft van het mysterie. Waar is Teddy naartoe? Weet ik niet. Wat liggen daar voor dingetjes op de grond? Koekkruimels. Door het vergrootglas zijn de koekkruimels goed te zien. Zou Teddy misschien koekjes hebben gegeten? En de kruimels gaan deze kant op. Teddy heeft echt een hoop koekjes gegeten, zeg. Ze volgen het kruimelspoor helemaal tot in hun slaapkamer. Kijk, hier stoppen de kruimels. Maar waar zou Teddy nou zitten? Stel me maar wat vragen. Maar ik antwoord alleen met ja of nee. Oké. Is Teddy in deze kamer? Ja. Zit Teddy in het bed van George? Nee. Zit Teddy ergens heel hoog? Ja. Teddy zit in mijn bed. Hoera! Het mysterie is opgelost. Wil je later als je groot bent nog steeds detective worden, Peppa? Detective zijn is toch best wel moeilijk. De volgende keer wil ik degene zijn die het mysterie bedenkt. Net zoals jij, papa. De tijdcapsule. Peppa en haar vriendjes zitten in de klas. Vandaag maken we met elkaar een tijdcapsule. Wat is een tijdcapsule? Een tijdcapsule is iets dat mensen in de toekomst laat zien hoe wij nu leven. Hoe? We stoppen een aantal dingen in deze bus en die begraven we dan bij de school in de tuin. Gaat die dan groeien? Nee, Suzie. Hij blijft verborgen in de grond voor vele jaren. Oeh. Maar wat gaan we precies in de bus doen? Dat is goed, Peppa. Muziek? Uitstekend, Suzie. Een raket. Nee. Een munt. Zegels. Een wortel. Ho, jij houdt erg van wortels, waar of niet, Kelly? Ja. Dit zijn allemaal prachtige dingen die ons dagelijks leven laten zien. Mevrouw Gazelle, hoe ziet de toekomst eruit? Hoe denk jij dat die eruit ziet? Ik denk dat ik in de toekomst op de maan woon. En al mijn vrienden komen dan bij me op bezoek. Nee. En ik vlieg in een ruimteraket. Hallo. Ik ga nu een boodschap filmen voor iedereen in de toekomst. Zeg maar, hallo daar in de toekomst. Hallo daar in de toekomst.
Jullie wonen vast allemaal op de maan nu. En gaan op vakantie naar Mars. En iedereen vliegt rond in een ruimteraket. Geweldig. Het is bijna tijd om naar huis te gaan en alle ouders komen binnen. Mama, papa, we hebben een tijdcapsule. Ah, papa Big, precies op tijd om een gat voor ons te graven. Maar natuurlijk. Papa Big graaft in de schooltuin een gat voor de tijdcapsule. Zo. Kunnen we hem nu weer opgraven? Haho, hij blijft verborgen in de grond voor vele jaren. Oh, maar ik wil niet zo lang wachten. Peppa, je bent precies als je vader toen hij nog klein was. Oh ja? Ja, dat weet ik nog goed, want ik was ook zijn juffrouw. Zat papa bij u in de klas? Ja, net als alle andere papa's en mama's. Waar of niet? Ja, mevrouw Gazelle. Toen jullie papa's en mama's klein waren, hebben zij ook een tijdcapsule gemaakt. Inderdaad. We hebben hem naast een klein boompje begraven. Mogen we hem opgraven? Ja. Ik geloof dat hij hier in de grond zit. Oh, ik dacht dat de boom veel kleiner was. Ha, oh, het is ook al zo lang geleden. De boom is sindsdien nogal gegroeid. Ik heb iets gevonden. Het is onze oude tijdcapsule. Hoera! Ik ben toch een potje benieuwd. Achteruit, kinderen. Ja, mevrouw Gazelle. En wat hebben we hier allemaal? Oh, een oud stripboek. Dat was mijn lievelingsstripboek. Een vliegtuig. Mijn lievelingsspeeltje. Muziek. Mijn lievelingsplaatje. En een hele oude wortel. Die is van mij. Wat een goede keus, mami. Oh, en een videoband van jullie mama's en papa's toen ze nog klein waren. Oeh. Wie is dat kleine biggetje met die bril op? Ah, dat is papa Big. Oh, en dat ben ik. Hallo daar in de toekomst. Wat heb je een piepstemmetje, papa? Jullie wonen vast allemaal op de maan nu. Gekke kleine papa Big. Tijdcapsules maken is dolle pret, maar ze opgraven is nog veel leuker.